Yo, kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij de voetbalvoorspelling. We gaan kijken hoe we het afgelopen week hebben gedaan en volgens mij heb ik het best wel goed gedaan. Zullen we het eens eventjes gaan kijken? Goed, dit was natuurlijk van gisteren, van afgelopen maandag. Het is bij mij dinsdag, deze was gisteren, die was van afgelopen maandag. 10 punten al naar het begin mee. Maar ik wil het hebben over vorige week, 17 tot 23 januari. Die heb ik dus nodig. Goed, 7 punten, 5 punten. KNVB beker ook. 5 punten, 7 punten. RKC is gewoon door. Ik had die dus ook niet verwacht. NEC is ook door. En NAC is door. 5 punten, hier 0 punten. Twente ligt eruit. AZ door. PSV door. En ook Ajax door. Dus dat is ook allebei 7. Dan gaat het hier 0 punten, 0 punten, 5, 0, 0, 5, 7, 0, 10 punten. Dat is hartstikke mooi, hè? Goed, Eredivisie 2, 2, 0, 7, 7, 8, 2, en hier nog eens 2, en dan hier 5, en hier ook 2. Nou, de week erna... januari 10 punten en je weet natuurlijk nog niks en dan gaan we natuurlijk bij de wedstrijden voorspellen. Dat gaan we niet doen, dat gaan we ook niet doen, die ook niet, WK en zo. Ja, dat Eredivisie, ja, natuurlijk doet de Eredivisie niet mee vanwege die kwalificatie hier allemaal, dus daardoor komt dat goed. Top Os Den Bosch, ik zag, die zijn best wel goed. Zullen we 2-1 doen? We doen 2-1. Goed, die doen het niet. Eindhoven MVV 1-0. Excelsior Emmen 1-1. Hier maken we toch 2-1 van. Doen we het zo. Almere Telstar. Almere wint. ADO De Graafschap. De Graafschap was niet altijd geweldig nu, hè. Dus laten we 2-0 van maken. Die gaan we dus niet doen. Slaan we het op. 30 januari, inderdaad. 6 februari. Goed, hier. Dit hebben we natuurlijk niet, dit ook niet, dit ook niet, dit ook niet. En dan is het hier alweer vrijdag. Goed. Jong PSV Helmond. Ook goed, oké. Okay. Dat doen we volgende week wel. Dan was het eigenlijk zo'n beetje, hè? Hoe zit het nou met de extra voorspelling voor de... Wie speelt er nou tegen wie? Zullen we dat gaan bekijken en nou dan? Ik wil eigenlijk wachten op het laatste moment, tot 15 februari, dus dat heeft nog wel even de tijd. Dat kunnen we over 2 weken doen. Zullen we dat doen? Doen we dit over 2 weken? De conference die moet wel eerder, of niet? Die kan ik niet verder doen. Dat zal pas de volgende ronde pas zijn. Kan natuurlijk ook. De leegloop bij PSV is een slechte zaak. Ja, dat weet ik zo niet precies. KNVB, kijk wat we de extra voorspellingen hebben gedaan. 10 punten, 10 punten, 10 punten, 10 punten, 10 punten. Halve finale. Twente Heerenveen 0. Twente ligt er natuurlijk al uit. Ik dacht dat ze tot aan de finale, maar ze komen niet. Ja.
Goed. We zien wel, maar ik denk wel dat Ajax de winnaar gaat worden, denk ik. Goed. We zullen het wel zien, hè. We zijn pas 5 minuten bezig, joh. Goed. Posities. Zullen we eens eventjes gaan kijken. Champions League. Punt maar. Eerste divisie zou omhoog gaan. 832 punten. Eredivisie. Ze zou nog omlaag gegaan. 765 punten. In totaal hebben we dus 4889 punten. Dus dat is goed. Oké, dat is gewoon echt letterlijk alles. Statistieken. Ajax. Ja. Oké dan. De Graafschap. Laatste tijd is de Graafschap niet meer zo. Volendam doet ook goed, hè? Goed. Ik denk dat ik het hier zo bij klaar ben. Excuus voor een kortere video dan normaal. Ik kan helaas niks aan doen. Maar volgende week iets langer. Ja? Goed kijkers, dan zien we elkaar volgende week weer terug. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot volgende week, hè, jongens. Mazzel!